Zo zien de woningen eruit waar sinds vandaag asielzoekers verblijven. De noodopvanglocatie in Maasbree die tot vorige week nog dienst deed om arbeidsmigranten te huisvesten, biedt nu onderdak aan 316 asielzoekers. Ik vind het een hele fijne locatie. Ik denk dat uh, bewoners hier veel privacy hebben. We staan in een huisje, uh, veel privacy, uh, kunnen zelf uh, koken in het huisje, zit een natte cel in het huisje, straks ook zelfs een wasmachine. Uh, en dat geeft, uh, dat, dat is gewoon prettig. Uh, goede wifi in de huisjes, en televisie, uh, ja. Wat wil je nog meer? Dit is, uh, dit is echt uh, een van de betere plekken. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal units waar uh, vier personen uh, gehuisvest worden. Maar die hebben allemaal een eigen keukentje. Die kunnen eigen, hun eigen maaltijden bereiden. Ze hebben een eigen natte cel, dus ze kunnen douchen. Uh, ze hebben een eigen wasmachine. Uh, en op andere parken zie je vaak dat uh, mensen allemaal bij elkaar moeten komen bij een keuken om te gaan eten. Uh, allemaal uh, in de rij moeten gaan staan voor de douches. Dat hebben we hier allemaal niet, dus dat is echt wel uh, luxe. Huisvestingorganisatie CAFRA. Bood de woonunits aan bij de gemeente aan het COA. Het park stond voor de helft leeg. Maar doet u dat nou vooral uit mensliefdheid? omdat de arbeidsmigranten zo goed mogelijk locatie hebben? Of is dit gewoon een heel erg goed verdienmodel? Uh, goed. Het belangrijkste is altijd, bij ons gaat het inderdaad om de arbeidsmigranten, hè? dat je het goed organiseert. We hebben altijd gezegd, als je goed bent voor de arbeidsmigrant, zijn ze goed voor de klant, zijn ze ook goed voor jou natuurlijk. We hebben een heel mooi klantenbestand, hè? bijvoorbeeld de, de hele supermarkten, logistiek, et cetera. Daarvoor zorgen we heel veel voor. We hebben 20.000 mensen hebben we dagelijks uh, aan het werk. En als je het ook goed organiseert, ja, natuurlijk ben ik ook ondernemer, en uh, proberen we daar natuurlijk ook uh, uh, inderdaad een netjes... Businessmodel van te maken. Nou, dat hebben we gedaan en dat heeft ons inderdaad geen wind eieren gelegd. Ruim 100 belangstellenden kwamen zaterdag af op een inloopochtend om de locatie te bekijken. Bij de buurbewoners zijn er nog veel vragen, zo bleek tijdens een informatieavond vorige week. De allergrootste zorg die mensen uiten, wat is dat? Veiligheid. Ja, mensen hebben toch het gevoel dat uh, uh, ja, er een hele grote groep mensen hier naartoe komt. Uh, en dat brengt risico's met zich mee in, in, in de omgeving, in de veiligheid. En daar hebben we een heel mooi veiligheidsplan voor opgesteld. Uh, waarvan we eigenlijk hopen dat we het niet nodig hebben. Want ja, er komen gewoon 300 mensen hier naartoe. Hm. En uh, wij hopen dat dat uh, gaat, gaat lopen in de omgeving zoals we hopen. Yeah, zoals we met z'n allen hopen dat we met elkaar kunnen omgaan. Ja, het is voor veel mensen nieuw. Uh, mensen zien op uh, onze doelgroep uh, uh, vaak het nieuws. Uh, dat gaat dan vaak over de slechte momenten die er zijn, uh, vaak in Trapel of Budel. Terwijl er zoveel hele mooie en hele goede zaken gebeuren in de omgeving. Er zijn hier heel veel locaties ook in de buurt die vrijwel nooit het nieuws zijn. En, en ja, Dat is jammer, want daar gebeuren gewoon heel veel mooie dingen. Ja. Uh, noem eens een van die mooie dingen dan, uh, zonder uh, overdreven positief te zijn. Maar waar, waar wordt u blij van? En gek genoeg, we hebben ook veel te maken met sluitingen. Hè? Dat is een van de problemen natuurlijk van de, van de opvangcrisis. Het is vaak moeilijk als we komen, maar ook als we sluiten zien, dat, zien we dat de omgeving vaak ook weer op de barricades gaat. Van hé, hey, we zijn nu net gewend aan de situatie, ik heb contact met een aantal mensen en, en nu gaat het weer veranderen. Dus ja, dat is, dat is, uh, uh, daar word ik wel blij van, want dan weet ik dat, dat die integratie op dat moment van dat AZC in die omgeving wel gelukt is. De opvanglocatie in Masbré is een van de vijf proefprojecten van de Huisvester om asielzoekers aan een baan te helpen. Wij willen als Otto de regie gaan nemen over de werkcarrière van deze mensen. En dat kan ook heel simpel beginnen in een logistiek bedrijf, maar waar ze ondertussen wel door het werken gaan integreren, Nederlandse taal leren, en dan hun cv verder gaan oppoetsen, waar dit uiteindelijk weer als standaard of wat dan ook kan beginnen. Maar zorg dat mensen in een werkritme komen. Dat is het belangrijkste. En daar staan we als Otto voor. Daarnaast Kavra kan zeggen, oké, okay, wij kunnen huisvesting organiseren voor gemeentes, want wat we zien, we ook als een statushouder nu komt, dan word je aan de gemeente toegewezen en dan gaat het ten koste van de huisvesting van de Nederlander, van de starter, van de lokale mensen. Mm -hmm. Er zijn ook tussenvormen be, uh, mogelijk, net zoals hier Mobile Home. Mm -hmm. Dus je gaat ze ook helpen in hun wooncarrière. En daarmee kunnen we ook de gemeentes ontlasten. Mm -hmm. Dus dan ga je ook de woningnood die er is, gaan we helpen. En we gaan zorgen dat arbeidsmigranten, of in feite asielzoekers die hier zijn, ja. gewoon aan het werk kunnen. Ja, en dat betekent dus echt ook maatwerk. Hè? Dat is dus best wel een hele opgave. Het is een ingewikkeld proces, daarom gaan we met pilots. We gaan met vijf pilots vanuit Otto in, 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 in Nederland starten. En we hopen dat dat goed gaat. Daar gaan we ook vanuit, daar gaan we echt ons best voor doen. En dat andere bedrijven het kunnen kopiëren. Dat is nog nergens in Nederland? Jawel hoor, er zijn wel meerdere plekken waar het gebeurt. In Veldhoven bijvoorbeeld is een mooi, mooi voorbeeld van een locatie waar uh, ook echt met de Breimport-gemeente wordt samengewerkt om mensen zo snel mogelijk aan werk te, te helpen. Ja. De eerste asielzoekers zijn vandaag met bussen vanuit de Apel en Budel naar Maasbree gebracht. Het gaat om gezinnen, maar ook alleenstaanden.